Of, waar staat er globaal in het convenant wat u net getekend hebt? Globaal staat erin dat de stenen dat die gewaarborgd zijn tot in de toekomst. Hè. Dat is eigenlijk de basis van het convenant. Dat wanneer er een verbouwing komt van een huis of dat ze geneigd zijn om die stoep weg te gooien. Of er komt een verandering in het bestemmingsplan. Dat dan tot in de eeuwigheid die stenen daar blijven liggen. Hoe is dat bij de gemeente geborgd wat hierin staat? Nou ja, dat wij sowieso deze afspraken maken met de stichting. Mannen, woord te woord, dus we komen onze afspraken na. Dus ook al gaan wij bijvoorbeeld een weg aanpakken, dan zullen wij met zorg die weg moeten aanpakken om ook deze afspraken na te komen. Dit convenant komt straks het gemeentearchief in Epe. En nadat jullie afgetreden zijn of er niet meer zijn over 50 jaar, dan wie weet nog wat hierin staat en wat de verplichtingen zijn. Nou, ik denk dat de stichting de gemeente daar heel goed aan gaat herinneren. Ja, dat komt wel goed, denk ik. Ja. Maar ook deze convenanten die zullen wij ook gewoon zelf bewaren. We hebben niet alleen een historisch archief in Epe, maar we hebben gewoon een actueel archief met al onze afspraken, overeenkomsten, convenanten. Koopovereenkomsten worden ook gewoon allemaal hier gearchiveerd. Dus dat zal ook zeker voor deze convenant gelden. Maar is er een koppeling met bouwvergunning of wat dan ook? Ja, nou, de vraag is of dat nodig is. We weten namelijk dat daar stenen liggen. We zullen deze convenant ook zeker onder de aandacht brengen voor onze collega's. Maar er zijn ook niet aanleidingen dat we direct deze convenant niet nakomen. De stenen liggen er heel mooi in. Het gaat niet alleen over dat ze erin blijven liggen, maar dat ze ook goed worden onderhouden. Dat is ook een deel van de afspraak in dit convenant. Ik maak me daar niet zo zorgen over, als je het goed vindt. Het onderhoud, wie doet dat? Dat doen wij. Dan laten ze dus 3 keer per jaar poetsen door de scouting, Trijsberg. Door de jongens. En die krijgen er dan een kleine vergoeding voor hun. Dan kunnen ze hun kamp weer mee bekosten. Achter mij. Op de hoek van de Parklaan en Vliegerstein woonde de weduwe Rachel Roosband. Met haar 2 dochters Mietje en Rijntje. Rachel Roosband was een zuster van David Kortisos. De bekende voorganger van de Joodse gemeenschap in Hattem. Naar Joods gebruik woonde het gezin Roosband elk jaar 7 dagen in een loofhut in de tuin. Tijdens het Joodse feest Sukkot werd in deze loofhut geluisterd naar de Bijbelse verhalen over een tocht van 40 jaar door de woestijn. Prachtige liederen werden in die week gezongen. Kinderen op weg naar school stonden hier stil en luisterden naar deze Joodse liederen. Aan dit gemoedelijke leven in Hattem kwam een einde toen Duitsland Nederland bezette. Ook voor dit Joodse gezin was de rust voorbij. Onrust en angst overheersten in de jaren die volgden. Op 9 april 1943 worden alle 5 familieleden met de bus naar Kamp Vught gebracht, hier vandaan. 2 buurmeisjes en een buurjongetje zwaaiden hen uit, niet beseffend wat hun buren zal overkomen. De 87-jarige Rachel Roosband komt op 9 mei 1943 in Westerbork aan. 2 dagen later wordt ze al afgevoerd naar Sobibor, waar ze op 14 mei omkomt in de gaskamer. Angela, je bent ook een van de bestuursleden. Wat was destijds jouw drijfveer om deze stichting op te richten? Nou, ik ben moeder van een 5-tal kinderen en ik vind het ook heel belangrijk dat de geschiedenis door wordt gegeven. Hè? Een van de motto's van onze stichting is ook met herdenken met een blik op de toekomst. En ik denk ook juist in deze tijd met... Je zit met racisme, met andere voordelen tegen andere geloofsovertuigingen, maar ook tegen andere etnische minderheden. En ik denk ook heel belangrijk is dat dat een van onze achtergronden is. Van jongens, hoe geven we dat door? In april is steeds, zijn er stolpersteinen geplaatst door Demnig. Waarom steeds in april? We hebben destijds gekozen, hè, hoe kunnen we dat? Na grondig research van Edwin zijn er in 2018 2 stenen van Gijsberg van der Ende en Jacob Jan Hoges nog bijgelegd. En toen dachten we van, nou, wat is nou een mooi moment
om die stenen neer te leggen. En toen hebben we in overleg met de gemeente gekozen om voor de bevrijdingsdag van Hattem te kiezen. Zo konden we ook de kinderen er weer bij betrekken. Konden we de familie van de familie Hoges en de familie van de Ende bij betrekken. Dus we hebben echt gekozen voor de bevrijdingsdag van Hattem. En die twee namen die je net noemde, dat waren geen Joodse mensen, dacht ik. Nee, het waren geen Joodse mensen. En dat is ook altijd het voordeel wat erover bestaat. Mensen denken dat die stolpen zijn alleen voor Joodse mensen zijn. Maar dat zijn echt voor alle slachtoffers van het Holocaust. Edwin, je hebt een hoge Canadese onderscheiding gekregen. Waar heb je dat aan te danken gehad? Nou, ik ben sinds 2011 ben ik vrijwilliger op de Canadese begraafplaats in Holte. En doe ik heel veel researchwerk, dus ik ben heel veel bezig met het uitzoeken van die verhalen wat ik ook in Hattem voor die twee Joodse mensen, of twee verzetstrijders heb gedaan eigenlijk. En dat is opgevallen door iemand in Canada, want die moet het aanvragen. Want ik heb nog een sterke band met het regiment wat Hattem heeft bevrijd, de Canadian Scottish Regiment. En daar heb ik dus heel veel verhalen voor uitgezocht. En die meneer waar ik contact mee heb daar in Victoria, British Columbia, die heeft het voor mij aangevraagd. Er zijn nou zo'n 16 Joodse mensen zijn vermoord. Hebben die mensen geen gelegenheid gehad om in Hattem onder te duiken? Ze zijn wel gevraagd om onder te duiken, ze zijn zelfs aangeboden. Maar de Joden die dachten vanwege dat ze in de waan werden gelaten door bijvoorbeeld het Joods Weekblad, wat toen ook was, en de Joodse Raad in Nederland, dat er niks zou gebeuren met ze. En ze waren heel erg bang dat er represailles zouden komen naar familieleden. Maar zo waren die Duitsers wel. Die heel sterk zo van, als je je niet aanmeldt, dan gaan we je familie oppakken. Dus ze geloofden ook echt dat ze zouden gaan werken in Duitsland. Heel akelig. Dat was de reden dat ze niet onder zijn geduikt. In Hattem althans. Edwin geeft les op de lagere school, op de basisschool heet het tegenwoordig. En rondleidingen, toch? Ja, klopt. Dat was het. Ja. Alle basisscholen. Jaarlijks. Ik wil jullie feliciteren met de mooie website. Prachtig. En ik hoop dat jullie nog heel veel jaren dit werk mogen blijven doen. En dan is het heel erg mooi als we dan hier zijn. En het maakt het ook eigenlijk wel heftig om dan te zien, vooral die stenen waar dan die namen op staan. Ja. En ik moet zeggen dat ik het ook wel bijzonder vind dat ook de mensen die nu hier wonen, dus inderdaad ook gewoon toestemming geven, dat die stenen daar worden geplaatst. Ja. Ik vind het heel mooi dat dit wordt gedaan. Ja, maar waarom bij dit huis? Mijn opa die heeft hier gewoond, dit was zijn huis. En mijn vader is hier ook opgegroeid. Ja. Maar ik vind het heel mooi dat dit nu wordt gedaan. En ik wil eigenlijk iedereen daarvoor bedanken die dit heeft geregeld. Ja, goed. Bedankt ook. Graag gedaan. Ja.